Zo, ben je er eindelijk, Willempje? Ja, het was een zware dag. Die ministers die willen dat ik de grondwet teken. Dat ik mijn macht als koning inlever. Ik zei, nee. Ik weiger. Goed, zo liever. Als ik teken, dan is het volk de baas. En niet ik. Dan ben ik niks meer. Een lintjesknipper, een mascotte. Oh, ik zei nooit. Al mijn voorouders die zouden me vervloeken. Goed, zo liever, ik ben trots. Ach, het volk de macht geven, stemrecht, is toch belachelijk? Lieverd, oh, wat ben jij stoer. Oh, en dan zien wij wel wat volk doet. Wat het volk doet? Of ze paleis bestormen of niet. Hoe bedoel je dat? Oh, lees maar in de krant. Overal in Europa worden koningen gevangen genomen, afgezet, vermoord, verjaagd. Oh, ja? Ja, Europa staat in brand, maar jij bent niet bang, toch? Nee, ik ben niet bang. Nee, jij bent zo stoer. Ja? En dat volk, dat tuig van de regel, jij lust ze rauw. Ja, ik lust ze rauw. Ze bestormen de paleizen, ze willen de koning hak. Hak? Ja, hak, kop eraf. Maar jij houdt stand. Oh, ik ben zo trots, ik wist niet, jij bent zo stoer. Ik dacht al dat jij bent een watje. Maar nu, ik ben happy trots. Hak. Slaap je al? Hak. Goedemorgen, sire. Dit is uw laatste kans. Tekent u de nieuwe grondwet of niet? Of blijft u zich verzetten tegen de wil van het volk? Oké. Ik teken. Heb je een pen? Maar zei u nou dat u ging tekenen? Ja. Snel, nu het nog kan. Moet je ze horen. Wat? Maar gisteren zei u nog dat u nooit... Ja, en ik ben in één nacht van gedachten veranderd. Rustig, mensen. Rustig. Ik teken. Op het stippenlijntje neem ik aan. Dit is een historisch moment. Zo. Nou is de regering de baas. Het is nou eenmaal niet anders. Ik kan het niet geloven. De grondwet van 1848 is getekend. Kunt u nu alsjeblieft dat enge volk naar huis sturen, al die vreselijke mensen? Ja, sire. Dank u. Ach, zou u dit van die grondwet even aan mijn vrouw kunnen vertellen? Huh? Dan ga ik een hele lange wandeling maken.